In Gelderland kunnen we trots zijn op onze universiteiten en ziekenhuizen. Daar wordt namelijk baanbrekend onderzoek verricht. Klein onderzoek, maar ook heel groot. Deze week gaan we vissen naar genen met Erwin van Wijk. Dat ben ik. Hij doet in Nijmegen onderzoek naar het Usher-syndroom. Deze zeer zeldzame aandoening kan ernstige gevolgen hebben. Patiënten komen slechthorend ter wereld en veel worden gedurende hun leven ook nog eens blind. Erwin is op zoek naar een oplossing om die blindheid tegen te gaan. Dokter Erwin van Wijk, het lab is aan u. Nou, de eerste tekenen van slechtziendheid treden op rond puberteit. Geleidelijk aan wordt het zicht vanuit de randen van je gezichtsveld langzaam maar zeker minder. Mensen gaan door een kokertje kijken, de zogenaamde tunnelvisie. En dat kokertje wordt steeds kleiner, kleiner en kleiner, zodat men door een rietje gaat kijken. En rond hun 50ste tot 60ste levensjaar gaat bij veel van deze mensen het licht uiteindelijk echt helemaal uit. Dat is heel heftig. De oorzaak van het ontstaan van Usher-syndroom ligt verscholen in ons DNA. Om goed te kunnen zien, hebben wij lichtgevoelige cellen in onze ogen. De zogenaamde staafjes en kegeltjes. De opbouw en functie van deze cellen wordt verzorgd door de specifieke eiwitten. De genen op het DNA bevatten de code voor de aanmaak van deze eiwitten. Bij mensen met Usher-syndroom bevatten de specifieke genen foutjes, waardoor de aanmaak van de bijbehorende eiwitten verstoord raakt. Het belangrijkste gen dat betrokken is bij het ontstaan van Usher-syndroom is het Usher 2A-gen. Zie het als een bouwtekening met fouten. Diezelfde fouten zie je dan terug in het uiteindelijke gebouw. Door deze foutief gemaakte eiwitten sterven de lichtgevoelige cellen in ons netvlies met uiteindelijk blindheid tot gevolg. Erwin van Wijk wil daarom de fouten in het DNA opsporen en afplakken, zodat ze niet in de eiwitten terechtkomen. Hij doet hiervoor onderzoek bij zebravissen. Want net als de mens wordt een zebravis slechtziend als het Usher 2A-gen is uitgeschakeld. En dat maakt dat tropische visje tot een uitstekend proefmodel. Ons onderzoek doen we met de nakomelingen van vissen, dus met de eieren. En niet met de volwassen vissen zelf. Na de bevruchting komen de eieren dus hier in het lab binnen. En hier zit Erik, die is bezig om de injecties te doen op de zebravis eieren. Wat we injecteren is een antisens oligonucleotide, een heel moeilijk woord. Ja, ik noem het wel eens een stukje genetisch plakband. Met die injecties wordt dat stukje gen afgeblokt. En naarmate de vissen ouder worden, kunnen we daar de functionele testen op doen om te zien of het defect in de vissen gerepareerd is. Hoe meten we nu oogfunctie bij een vis? Nou, hier zit Margot. En wat ze eigenlijk praktisch gezien doet, is plaatst een vis onder de microscoop in een gelachtige vloeistof die zuurstofrijk is, dus de vis kan prima overleven, maar niet meer bewegen. Om die vis heen draait een zwart-wit gestreept streeppatroon. En wat een vis doet, hij volgt eigenlijk de zwarte strepen die voorbij komen. Als het Usher 2A-gen bij deze vis uitgeschakeld is, wat we dan vaak zien, is dat het aantal oogbewegingen kleiner is ten opzichte van normale gezonde dieren. Het onderzoek is al redelijk gevorderd in het lab. Wij kunnen in de petrischalen het gen repareren. En naar verwachting is dat wij in samenwerking met een farmaceutisch bedrijf dit binnen 3 jaar de eerste fase 1 klinische trials zouden kunnen starten in patiënten. Het is ambitieus, maar in dit vakgebied moet je ambitieus zijn.